Elk jaar verzamelt de Vlaamse Hogescholenraad tijdens de oktobertelling alle inschrijvingscijfers van de Vlaamse hogescholen. Wat zijn nu de belangrijkste trends en ontwikkelingen voor 2024? Vlaanderen telt 13 hogescholen, verspreid over 120 campussen in 24 gemeenten. Ze bieden samen 190 opleidingen aan in 10 verschillende studiegebieden. 157.407 studenten schreven zich in. Voor de graduaatsopleidingen zijn het aantal inschrijvingen gestegen tot 25.945, bijna een verdubbeling sinds 2019. Het hoger onderwijs wordt toegankelijker voor diverse doelgroepen. Het aantal generatiestudenten steeg voor het derde jaar op rij. Met 35.513 inschrijvingen noteren we een stijging van 5,78% ten opzichte van 2023. We telden 65.834 studiestarters, waarvan ongeveer de helft generatiestudenten. Maar liefst 16% van die studiestarters kiest voor een lerarenopleiding. Een leven lang leren wordt belangrijker. We zien een sterke toename van studenten ouder dan 25 jaar. Voor de lerarenopleiding noteerden we de laatste twee jaar zelfs een verdubbeling van het aantal studenten ouder dan 40 jaar. Opvallend is ook dat steeds meer Vlaamse studenten naar een internationale ervaring zoeken, terwijl ook internationale studenten beter hun weg naar Vlaanderen vinden. 1 op de 10 hogeschoolstudenten heeft een buitenlandse nationaliteit. Bij de kunstopleidingen is dit zelfs 1/4 van de studenten. Een ander noemenswaardig cijfer: in het afgelopen jaar behaalden 34.598 studenten hun diploma met een indrukwekkende 98% die binnen 1 jaar een job vond. Wil je alle details weten? Surf dan snel naar de website van de Vlaamse Hogescholenraad.